Ik denk dat iedere belegger Warren Buffett wel kent. Hij is de rijkste belegger ter wereld. De rijkste persoon die zijn geld heeft verdiend met beleggen. En een van de zaken waar hij naar kijkt als hij een aandeel kiest, dat zijn bedrijven met een moat. Maar wat is nou precies een moat? Wat zijn de voordelen van aandelen of bedrijven die een moat hebben? En zijn er toevallig ook ETF's die zich richten op moats? Nou, dat zijn de vragen die we in deze video gaan bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video gaan we dus eigenlijk specifiek kijken naar het onderwerp of het woord moat. Dus wat is een moat nou eigenlijk? En een moat zou je eigenlijk kunnen omschrijven als een concurrentievoordeel, een blijvend concurrentievoordeel dat ervoor zorgt dat je aanvallen van concurrenten kunt afweren. En het woord moat is een Engels woord dat eigenlijk omschrijft het water rondom het kasteel, de slotgracht. Deze slotgracht zorgt eigenlijk voor een barrière tussen het kasteel aan de ene kant en de aanvallers aan de andere kant. En zorgt dus voor dat het kasteel eigenlijk beter beschermd kan worden. En dat er in ieder geval dat het moeilijker is om bij het kasteel te komen. Dat is eigenlijk dus hetzelfde als dat we zien bij aandelen. Een concurrentievoordeel, een blijvend concurrentievoordeel. Dat ervoor zorgt dat aanvallers, de concurrenten zijnde, eigenlijk het bedrijf of het aandeel, in dit geval het kasteel, dus niet zo makkelijk kunnen aanvallen of dus echt concurrenten kunnen worden. Morningstar heeft eigenlijk 5 economische moats vastgesteld. De eerste daarvan is overstapkosten. Het kost vaak heel veel tijd, moeite, inspanning, geld, psychologische belasting om over te stappen. Denk bijvoorbeeld in een bedrijf, als jij een CRM-systeem hebt zoals Salesforce of een boekhoudsysteem zoals SAP, dan is alles daarop gebaseerd en het is dan helemaal niet zo makkelijk om over te stappen naar een concurrent, ook al is die concurrent misschien beter of goedkoper. Er komt veel meer bij kijken dan alleen op die 2 punten. Een andere moat is immateriële activa. Hierbij kun je dus denken aan bijvoorbeeld de merkbekendheid, patenten, vergunningen. Dit zijn vaak obstakels die een bedrijf alvast heeft, die ervoor zorgt dat een concurrent dus niet zo makkelijk die soort dingen heeft. Hierbij kun je dus bijvoorbeeld denken aan een bedrijf, een fabrikant van medicijnen zoals Pfizer. Die heeft natuurlijk patenten op deze medicijnen. Of denk aan Starbucks, die natuurlijk de merkbekendheid hebben, het imago rondom het bedrijf. Een derde moat is eigenlijk het netwerkeffect. En dat zorgt ervoor dat het product of de dienst steeds populairder wordt, steeds aantrekkelijker wordt naarmate er meer mensen gebruik van maken. En ik denk het beste voorbeeld van de laatste jaren is Meta-platforms, oftewel het platform van Facebook en Instagram. Hoe meer mensen, hoe meer vrienden, misschien niet familieleden of collega's ervan gebruik maken, hoe interessanter jij het vindt, hoe leuker jij het platform vindt. Het netwerkeffect wordt op dat moment dus groter. Een vierde moat is het kostenvoordeel. Naarmate het bedrijf groter wordt, naarmate de omvang toeneemt, is het voor het bedrijf goedkoper om producten te maken of kunnen ze producten goedkoper verkopen. Dit kan dus eigenlijk op 2 manieren. Denk bijvoorbeeld aan Walmart. Zij kunnen groot inkopen. Zij kopen bij andere partijen groot in en zij kunnen dat voordeel ook weer aan de klant geven, waardoor ze ook goedkoop aan de klant kunnen leveren. En het voordeel hiervan is dat juist concurrenten moeilijk mee kunnen gaan op de prijs, waardoor Walmart altijd de aantrekkelijkste blijft. Je kunt ook denken aan een bedrijf zoals AB InBev. Zij maken bier, zij maken heel veel bier. En het voordeel dat zij daarvan hebben, hoeven ze niet per se door te berekenen aan de klant. Zij kunnen ook de prijs ongeveer gelijk houden met concurrenten en op die manier gewoon meer winst overhouden. En de laatste moat die Morningstar omschrijft is schaalefficiëntie. Hierbij kun je denken, als het heel erg moeilijk of heel erg duur is om eigenlijk de markt te betreden. Denk bijvoorbeeld aan energieaanbieders of netwerkbeheerders. Zij hebben vaak een netwerk en daar heb je als klant misschien niet eens de keuze. Als je net in het verkeerde gebied woont, kun je bijvoorbeeld alleen maar gebruik maken van Ziggo. Kun je niet van KPN gebruik maken. En in Amerika zie je ooit dat energieleverancier, dat je eigenlijk altijd verplicht bent om bij één bedrijf energie af te nemen. Net zoals de netwerkbeheerders hier in Nederland telkens een provincie of een gebied hebben. Maar het kan ook zo zijn dat juist denken aan een bedrijf zoals Tesla. Iedereen kan in principe auto's maken, maar het kost gewoon heel veel geld om dat op te starten. Daarom is het eigenlijk ook alleen de laatste tientallen jaren alleen Tesla tot nu toe gelukt om dat te doen. Het kost natuurlijk heel veel geld om een fabriek te bouwen. Die moet heel erg groot zijn. Je moet heel veel personeel aannemen. En op dat moment dat je de capaciteit hebt, moet je ook nog heel veel auto's bouwen om eigenlijk alles weer terug te verdienen en ook nog eens winst te maken. Dus dat zorgt voor een enorme barrière, een hele grote drempel om hiermee te beginnen.
Maar laten we ook gaan kijken naar enkele bedrijven waar ik aan denk als we het hebben over een moat. Of juist bedrijven, aandelen die Warren Buffett heeft. Juist die vanwege een moat, de moat die dat bedrijf heeft. Ik denk het bekendste in het geval van Warren Buffett is Coca-Cola. En ik denk dat het bedrijf Coca-Cola ook verschillende moats heeft. Ten eerste de merknaam. Het bedrijf, de naam Coca-Cola, is wereldwijd bekend. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook nog een bepaald recept, een soort van patent. Ik weet niet of er nog een patent op rust, maar in ieder geval het recept is, de smaak dus eigenlijk, is uniek en ook geheim. En tenslotte denk ik ook nog de distributie en de schaalvoordelen. Het is te koop in ieder land. Ze hebben enorme productie, maar ze weten ook dit product wereldwijd eigenlijk te distribueren. Dus ik denk dat er daar zeker een voordeel in zit. Maar denk ook aan een bedrijf zoals Apple, ook een grote positie van Warren Buffett. Iedereen kan in principe computers of smartphones bouwen, maar toch heeft denk ik Apple verschillende modes. Ten eerste de merknaam. Apple staat gewoon voor design, staat voor kwaliteit. Dan heb je ook nog het ecosysteem van Apple. Het gemak dat alles met elkaar werkt. De gebruikservaring dus eigenlijk. De gebruikerservaring voor degene die gebruik maakt van deze producten of diensten. En dan hebben we het eigenlijk ook direct over de fanboys, laten we het noemen. Die ook altijd bereid zijn om de hoofdprijs in principe te betalen voor deze ervaring. Voor de status die je krijgt met een product van Apple. En denk bijvoorbeeld ook aan TSM. Dat heb ik het laatst nog over gehad in een video. Ik denk dat TSM een enorme moat heeft. Verschillende modes heeft eigenlijk. Ten eerste het kapitaal. Je hebt letterlijk miljarden dollars nodig om een fabriek te openen. We zien nu heel veel bedrijven die dat doen, maar dat zijn allemaal al grote namen. Intel, Samsung, TSM. Dit zijn al de grote spelers in de markt die ook uit gaan breiden. Het zijn geen nieuwe spelers die de markt toetreden. Je hebt ook te maken met schaarste, want eigenlijk de beste machines worden gemaakt door ASML hier in Nederland. Maar ook daar is de productiecapaciteit beperkt, dus je kunt misschien wel een fabriek bouwen, maar dan heb je nog geen machines per se. En mocht je wel de machines hebben en de fabriek, dan komt er ook nog heel veel kennis bij kijken. Er is gewoon heel veel kennis, heel veel ervaring nodig om op deze grote schaal producten te maken, op deze hele kleine schaal, op de nanometer precies. En zo zijn er denk ik nog wel heel veel bedrijven waar we een moat van kunnen bedenken, maar gelukkig zijn er ook moat ETF's. En dit zijn dus gewoon ETF's die worden gemaakt door aanbieders met een selectie van aandelen van bedrijven die dus een langdurig concurrentievoordeel hebben. Helaas zit er geen van deze ETF's in de kernselectie van de Giro. Maar als je aandelen of ETF's wilt kopen, de Giro is nog steeds mijn favoriet. Heb je nog geen account? Maak deze dan gratis aan via de link onder deze video en maak gebruik van de actie die ze op dit moment ook nog hebben. Maar dat er geen moat ETF in de kernselectie zit, wil dus niet zeggen dat ze er niet zijn. Van Eck heeft er zelfs twee. De eerste is moat en dat is een ETF gericht op de Amerikaanse white moat ETF eigenlijk. Dus ze gaan hier alleen kijken naar Amerikaanse bedrijven. Kijken we naar het rendement, ook altijd wel belangrijk. Dan zien we de laatste 10 jaar zo'n 17%. De laatste 5 jaar 17 of 18%. Vergelijk dit met VWRL die ongeveer rond de 13% zit in de laatste 5 jaar. Dus de laatste 5 jaar in ieder geval heeft het beter gepresteerd dan VWRL. En kijken we naar de posities in deze ETF, dan zien we bedrijven voorbij komen. Zoals Microsoft. Natuurlijk, heel veel mensen maken gebruik van Windows, van Office, van de clouddiensten van Microsoft. Omdat alles goed met elkaar werkt, zullen niet zo snel overstappen. Denk ook aan Alphabet, Google natuurlijk, Salesforce waar we het straks al over hadden met het CRM-systeem. Amazon, veel grote namen, veel vaak de bekende namen zijn het ook. Maar Van Eck biedt ook nog een tweede ETF aan met een white moat en dit is dan GOAT. Niks met geiten te maken met Global White Moat is dit. En deze is dus eigenlijk hetzelfde als die andere, alleen in plaats van zich alleen te richten op Amerika is dit wereldwijd. We zien een grotere spreiding dus in principe. En hier hebben we trouwens te maken met kosten van 0,52%, terwijl bij die andere 0,49% was. Kijken we naar het rendement, dan zien we hier de laatste 5 jaar rond de 14,5%, ook iets hoger dan VWRL. En posities die we hierin zien zijn hem vaak wel een beetje hetzelfde als bij die andere, als bij de Amerikaanse moat. Hier zien we 72 posities, ook Microsoft, dat is hier de grootste, maar ook Europese bedrijven die we natuurlijk hier beter kennen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Airbus. Natuurlijk heel erg bekend uit Frankrijk is het geloof ik gevestigd. Maar onderaan zag ik bijvoorbeeld ook, even kijken waar die staat. Nog verder, behoorlijke lijst, Unilever. Hier het Nederlandse Unilever. Natuurlijk heel veel merken die wereldwijd ook bekend zijn. En Unilever is natuurlijk wel een product met, zoals ze zegt, veel bekende namen. En dat is juist natuurlijk ook een moat van dit bedrijf.
En mogelijk zijn deze bedrijven met de motors misschien wel interessant om eens verder naar te kijken. Je ziet in ieder geval dat ze de laatste 5 jaar een mooi rendement hebben gehad. Dat is vaak ook omdat ze dus dat concurrentievoordeel hebben. Het is niet zomaar dat iemand het kan kopiëren en hetzelfde rendement kan maken. Dus zeker misschien ook wel interessant in tijden dat het misschien wel wat minder gaat met de economie, met de beurs. Omdat dit vaak de bedrijven zijn met de sterkere merknamen waar mensen toch gebruik van zullen blijven maken van deze producten. En je hoeft dus niet per se te kiezen voor een los aandeel van een bedrijf met een moat. Gelukkig zijn er ook moat ETF's. En ik ben dan ook wel benieuwd of dit al dingen zijn waar jij op let. Let jij bij je aankoop van je bedrijf al op dit soort concurrentievoordelen, bewust of misschien onbewust? Laat het weten via de reactie onder deze video. Ook daar kun je natuurlijk tips en feedback achterlaten voor video's in de toekomst. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.